Dit is de GNU Be Nice 148 die we hebben getest in de damescategorie. Ik vond hem verrassend veel grip nog hebben. En gewoon lekker allround. In de poeder wel minder. Dat zou ik hem niet zo snel voor meenemen. Ik vond hem raar rijden. Ik had weinig grip. Het kan zijn omdat hij wat klein is voor mij. En ik natuurlijk wat groter en zwaarder ben. Dat ik misschien te veel kracht heb voor dit plankje. Opvallend. Edith was juist blij met de grip. Terwijl Noren klaagt over het gebrek aan grip. Even kijken wat Tessa ervan vindt. Ik vond het een beetje een raar bordje. Het was heel raar op de piste. Vrij onstabiel, maar ik kon niet echt uitvinden waar dat nou door kwam. Ja, de Magnet Traction maakte wel op zich een hoop goed. Kon wel lange bochten carven. De B-Nice heeft een lekkere snelle kantenwissel, waardoor je makkelijk je bochten draait. Maar als je grotere bochten gaat rijden, en zeker als je wat zwaarder bent, dan breekt die regelmatig uit. Eerder een bord voor beginners dus. Wij vinden de B-Nice een geschikt bord voor beginnende boarders en vakantieboarders. Ben jij aardig tegen het bord, dan is het bord ook aardig tegen jou. Om mee te jibben vond ik het zeker een lekker plankie. Ja,